Welkom bij deze tutorial over de opties van BB Flashback Express Recorder. De meeste opties die ik ga bespreken komen pas te pas bij het exporteren van een filmpje. Maar er is wel één optie die ik even bij Tools en dan Options wil laten zien. En dit is namelijk bij Record Mode. Dit gaat verschillen van of u het op het departement GNT doet of dat u het thuis doet. Bij mij thuis bijvoorbeeld, bij een nieuwere versie, gaat hij automatisch kijken welke modus dat hij gaat pakken. Hij kiest voor mij automatisch voor MPEG-mode, omdat mijn computer sterk genoeg is om een filmpje gewoon te kunnen opnemen in deze mode zonder dat er vertragingen zouden gebeuren. Maar op het school is het me waarschijnlijk niet zo, want daar wordt deze keuze dan gebruikt. Het verschil zal ik later nog uitleggen, maar ik wou dit gewoon al rap laten zien, dat u weet waar het staat. Ik laat dit nu even op Automatic staan, omdat dit misschien relevanter is voor thuis. Nu, om een filmpje te exporteren. Dit is een proces dat ik in een vorig filmpje al heb laten zien. Maar we hebben er nu wel een kort filmpje nodig om de exportopties voor te kunnen laten zien. Dus we gaan er nu eerst even eentje oppakken. Moet niet lang zijn, maar een seconde of drie. En dit gaan we dan exporteren. Nu krijgen we hier Flash of AVI te kiezen. Kies gewoon voor Flash. AVI hebben wij, raden wij op dit moment niet aan. Wij verkiezen dat u gewoon werkt met Flash. En ja, dit gaat ook op het departement GNT automatisch gekozen worden. Allee, ja, of toch voorgeselecteerd zoals nu. Dus kies gewoon voor Flash. En dan krijgt u al deze opties te zien. Dit lijkt veel, maar veel daarvan moet u zeker en vast niet aanpassen of is niet direct relevant voor ons. Ik zal bij het begin beginnen met General en Export Frames. Nu, wat doet deze optie? U wilt oftewel uw hele film exporteren, dus alles wat u heeft opgenomen, maar het kan zeer goed zijn dat de eerste paar minuten of de laatste 5 minuten van uw film, van uw opname, niet echt relevant zijn, geen deel van het les zijn, bijvoorbeeld een stilte of wat dan ook. Dit kan u vaak gaan aanpassen of eruit knippen met andere software, maar BB Flashback Recorder laat zelf toe van bijvoorbeeld het begin en het einde eraf te knippen. Wat u hier bijvoorbeeld kan kiezen is de Selected Frames. Dan kiest u van welke frame tot welke frame u wilt. U wilt meestal natuurlijk in het begin en op het einde iets uitknippen. Als u in het midden iets wilt uitknippen, dan zal u andere software nog moeten gaan gebruiken. Maar voor gewoon het begin, bijvoorbeeld, dit was nu natuurlijk maar 3 seconden lang, dus pak de eerste seconde en de laatste halve seconde, ik zeg nu maar iets. Als u die eraf wilt knippen, dan verhoogt u gewoon hier de startframe en dan verlaagt u de endframe. Zoals ik al zei, hier kan u best misschien een andere software voor gebruiken, of u ziet gewoon dat u pas begint met opnemen wanneer de les ook wel degelijk begint. Meestal kan een paar seconden stilte natuurlijk geen kwaad. Dus over het algemeen zal dit altijd op whole movie staan. U moet het niet aanpassen, maar als u echt zeker wilt zijn dat u een goed filmpje heeft, kan u natuurlijk een beetje gaan specificeren. De framerate is zeer redelijk belangrijk. Dit gaat hoe vloeiend dat het beeld is beïnvloeden. U kan hier zeker en vast zien dat u full framerate kiest. Niet de helft. Dit kan misschien voor een kleiner bestand zorgen, maar u moet sowieso zien dat u wel full pakt. 8 frames per seconde, FPS, is trouwens heel weinig. Hij kiest dit nu omdat er zeer weinig beweging was op het beeld. Hij kiest dit redelijk automatisch. Maar 14 zal normaal gezien meer voorkomen bij gewoon een presentatie en beweging van de muis. U kan normaal gezien ook bij custom een hogere frame of een lagere gaan kiezen. Ik kan nu geen hogere kiezen omdat ik een veel te korte opname heb gemaakt, maar normaal gezien kan u het vloeiender maken, moest u willen. Maar gewoon full framerate gaat meestal voor wat u heeft laten zien op het scherm, zal wel voldoende zijn. Scaling gaat enkel uitmaken als u thuis een opname wilt maken. De resolutie van het school hoeft u niet aan te passen. Deze is niet te groot op zich. Dus ja, hier moet u eigenlijk niet aan gaan veranderen, maar
Als u het wilt, kan u hier specifiek de pixels ingeven van hoe groot het filmpje moet zijn. Wel moet u even opletten, de toolbar gaat er wel bij berekenen. Dus wat u hier ingeeft is het filmpje plus de toolbar eronder. Dus ja, het is niet als u hier bijvoorbeeld naar, ja, ik zeg maar iets, 1084, dan heeft u eigenlijk maar qua filmpje 1056. Dus daar moet u wel even opletten, maar over het algemeen, u kan dit zeer gemakkelijk ook gewoon op 100% laten staan. Zeker op het departement GNT, dus ik laat ook maar even zien, het kan. Nu, bij playback, even laten zien, volgende tab, playback. Dit kan u sowieso best hierop laten staan. U kan ook, als mensen het filmpje downloaden, dat het niet direct begint te spelen. Of ja, nog andere opties ermee. Maar over het algemeen wil men gewoon, als men een filmpje opent, wil het gewoon dat het direct af begint te spelen natuurlijk. At movie end, dat beslist wat er gebeurt als het filmpje afgelopen is. Hier kan u natuurlijk ja, kiezen of het filmpje gaat herstarten na het gedaan heeft. Of dat u echt gewoon stopt bij het einde. Dit is automatisch aangevinkt. Kan u ook best zo laten, denk ik. Maar dat kiest u zelf. Dan bij het pauzeren van de playback. Dit kan u dus bijvoorbeeld, als u op het scherm zelf, op het filmpje zelf klikt, kan u het laten pauzeren. En u kan ook een pauzesymbool, dus de twee verticale strepen dat u wel kent, laten zien op het filmpje zelf als het gepauzeerd is. U kan deze dus ook allebei uitzetten, maar standaard gaan die ingesteld staan als aan. De videokwaliteit, nu ga ik even terugkomen op wat ik helemaal in het begin heb laten zien. Die opnamemode, waar hij bij mij voor MPEG-mode koos en waarop het GNT dit niet gebeurt. Wat gaat dit nu voor effect hebben? Wel, als u hier de videokwaliteit wilt kiezen, en dus tussen standaard flash of flash video wilt kiezen, bij MPEG-mode kunnen we niet voor standaard flash kiezen. En dit staat nogthans als standaard ingesteld op het departement GNT. Het is daarmee dat ik het ook op MPEG heb laten staan om dit te kunnen laten zien. Als u natuurlijk altijd hetzelfde wilt, voor een beetje consistent te blijven, kan u hier ja, best voor SWF altijd kiezen of altijd voor FLV. In een vorig filmpje waar ik toonde hoe u een filmpje exporteert, heb ik het gewoon met FLV getoond. Dit kiest u zelf, er zijn niet echt grote verschillen in, qua kwaliteit of zo. Maar u moet wel even weten dat als u dan thuis dit niet kan kiezen en u wilt SWF, dat u gewoon helemaal in het begin die recording mode gewoon even moet aanpassen. Hier is misschien ook wel handig om te weten, de kwaliteit gaat meestal standaard op 80% ingesteld worden. U wilt misschien wel iets wat hoger. 80% kan toch net wat iets te wazig zijn. 90% is meestal zeker voldoende. 100% kan een beetje een te groot bestand opleveren en is misschien niet echt nodig, maar dat kiest u zelf. U kan zelf de bestand enkele keren exporteren en zelf beslissen wat u wilt. Maar ik laat sowieso eens aan om te zien wat het verschil tussen 80 en 100 is. Misschien ziet u geen verschil dus. Maar dat zou ik sowieso eens nakijken. Dan bij de audio, dit kan u best allemaal gewoon laten staan. U kan gewoon kiezen van helemaal geen geluid in het filmpje erbij te laten zetten. U kan het formaat, stereo en de hertz kan u ook aanpassen, 16-bit of 8-bit. U heeft hier redelijk wat keuzes, maar over het algemeen, gewoon waar het op staat, same format as in movie, dit gaat ook standaard geselecteerd worden, is zeker en vast goed genoeg. MP3-compressie kan u best gebruiken, anders ja, wordt het veel te hoog. Veel te groot het bestand, wil ik zeggen. Het geluid zelf kan toch wel redelijk wat bestandsgrootte in beslag nemen. Dus best door MP3 laten compresseren. En dan de kwaliteit. Hier zou ik, normaal gezien is normal quality zeker en vast goed genoeg. Maar moest u toch wel ergens vinden dat uw stem er bijvoorbeeld niet 100% doorkomt. En u denkt niet dat dat aan de microfoon ligt. Kan u altijd eens high of very high quality proberen. Ik laat het op normal quality staan. Dit heb ik altijd goed genoeg gevonden. U kiest hier natuurlijk weer zelf. De playback controls. In het kort, dit is gewoon. Hier kiest u gewoon alles wat u zo bijvoorbeeld in de toolbar beneden.
Ja, hier kiest u dus alle opties daarvan. Wat u wilt dat er opkomt. Bijvoorbeeld hier, de volumecontrole, die wordt niet altijd automatisch geselecteerd, maar dit kan wel iets zeer handigs zijn. Anders moet men altijd het volume van zijn browser of zijn ganse PC gaan verlagen of verhogen. Hier kan dan gewoon een control bijkomen. Wat soms ook het geval is, is bijvoorbeeld de positie van deze toolbar. Ik denk, u wilt deze denk ik wel sowieso beneden, maar hij kiest deze vaak automatisch aan top, dus van boven. Kies hier sowieso voor bottom. Ik vind het, ja, de standaard een beetje volgen, dat is iedereen gewend. Ja, dan heeft u hier HTML template, maar dat is ja, wel redelijk duidelijk voor meer geavanceerde gebruikers. Dit gaat ver voorbij wat deze tutorial eigenlijk inhoudt. Dus als u hier meer vragen over heeft, kan u die zeker stellen aan ons, Recordatus. Of verder opzoeken op het internet, al informatie staat daar natuurlijk ook. Maar hier ga ik verder dus niet op in. U kan dit gaan aanpassen, maar dit hoeft zeker en vast niet. SWF File Generation. Hier heeft u enkele opties die u nu dus niet kan kiezen, maar op het departement GNT normaal wel. Waar u dus bijvoorbeeld kan kiezen of u de toolbar in het filmpje in de SWF-file wilt verwerken of niet, of u deze hier aparte files voor wilt. Dit hangt eigenlijk af voor wat u ermee wilt doen. Bij FLV, wat ik nu dus kies, heeft u deze keuze niet, dus ik ga hier ook niet verder op in. Maar weet zeker, als u SWF heeft, kan u hier kiezen, moest u daar ooit nood aan hebben. U kan ook nog kiezen bij More. Of u in het filmpje uw muiscursor wilt laten zien. Ik zou dit zeker en vast laten aanstaan als u dingen laat zien, want anders ja, openen er schermpjes en men weet niet waar u heeft geklikt. Maar als u bijvoorbeeld enkel slides heeft en u wilt niks tonen met de muis, kan u deze ook gewoon uitzetten, dan wordt deze niet getoond in uw opname. De kleurdiepte sowieso laten staan. Kan dit misschien naar 8-bit verschuiven, moest u met zwart-wit slides of iets dergelijks werken, maar er is zeker geen nadeel aan dit op 24 te laten staan. En bij beveiliging kan u ten laatste ook nog, als u een SWF-file maakt, kan u hier een paswoord en een verloopdatum, een expired date, opzetten. Ik weet niet of u dit handig vindt of niet, maar de optie is er zeker en vast. Na al deze opties kiezen we weer voor export. En laten we dit even exporteren. En dan hebben we nu normaal gezien een filmpje gemaakt met al onze opties zelf ingesteld hoe dat we het zelf willen. Moet niet lang zijn, maar een seconde of drie. Dat was dus een zeer korte demo van het filmpje zelf. Dit komt omdat mijn computer nogal met redelijk wat dingen tegelijk bezig is, dus dit werd even vertraagd. Mijn excuses daarvoor. Maar ja, zoals u dus, dit is ja, maar een kleine selectie van het filmpje, maar zoals u kon zien, dit was die 3 seconden dat ik zo even opnam om al die exportopties daarna op te kiezen. Ik hoop dat u hiermee een beter inzicht heeft op al de opties bij het exporteren. Als u hier nog meerdere vragen bij heeft, vraag het gewoon aan ons bij RecordAid of bekijk het nog eens op onze website. Daar staat normaal gezien alle informatie die u zou moeten nodig hebben. Dank u voor uw aandacht. Dit is het einde van deze tutorial. Ik hoop dat u er wat aan heeft gehad. Er komt waarschijnlijk ook nog een filmpje waar ik laat zien hoe dat u enkele veel voorkomende fouten kan oplossen. Oké, dank u wel.